Na de vondst van tientallen containers met illegaal hout op de Sjoel-Setni-haven zal de kustwacht de controle op de Surinaamse binnenwateren verhogen. Dit zegt de minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken. Deze verhoogde controle geschiet op verzoek van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Er gaat inderdaad een verhoogde controle op onze binnenwateren zijn. Op verzoek van het ministerie van TCT, minister Jubitana, hebben wij afgelopen donderdag vergaderd. De kustwacht, justitie heeft vergaderd met ons, MAS, Havenbeheer en nogmaals TCT. Hun maakten zich druk om de schoeners, de boten dus die al op de binnenwateren zijn, dat de bemanning zonder toestemming aan land gaat. Dat willen wij niet, vooral niet in deze coronapandemie. Toen is er het besluit genomen dat justitie en kustwacht samen gaan patrouilleren op de binnenwateren. En ik ben heel erg blij met de samenwerking, want teamwork is het belangrijkste. Dus dat is vanaf gisteren al geschied. Dus je gaat verhoogde patrouilles zien op de binnenwateren. En samenwerkende patrouilles tussen kustwacht en justitie. Somaharjo zegt dat de kustwacht geen rol had bij de vondst van de containers. De verhoogde controle van deze dienst in samenwerking met de justitiële autoriteiten zal een grote bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van de illegale houtsmokkel. Wat betreft de illegale containers, daar heeft de kustwacht op die 100 containers geen rol in. Dat is door de vliegende brigade in samenwerking met SBB onder leiding van de heer Stanley Bettersen geschied. Hun hebben goed werk verricht. De containers waren al langs alle controleposten gegaan en waren ready om te verschepen. En gelukkig is dat op tijd tegengehouden. En daar zijn we natuurlijk als regering super blij om. Somaharjo is van mening dat de samenwerking tussen de ministeries er moet leiden dat alle vormen van illegale praktijken ingedampt worden.